Op zaterdag 3 juni wordt er in Dollepret een benefiet gehouden voor het Kalebhuis op de Molukken. En hier staat naast mij Yvonne. En Yvonne, kun jij mij daar iets meer over vertellen? Ja, Kalebhuis is eigenlijk een christelijk weeshuis. Dat is opgericht in het jaar 2003 op Ambon. In eerste instantie bood Kalebhuis een thuis aan jongens en meisjes van 9 tot 19 jaar. En die een trauma hadden opgelopen tijdens de onlusten van 1999 tot 2003. Met het geld wat gedoneerd wordt, dan gaat ze daar ter plekke bekijken wat er allemaal nodig is. En dat wordt dan ook per direct aangeschaft. Worden er ook verschillende optredens verzorgd? Daar gaat Hans Hunter je meer van vertellen. Ja, het is in feite de 6e keer dat ik dit jaar doe. En er zijn dus allemaal mensen die allemaal bereid zijn om belangeloos voor ons op te treden. En ja, met het geld wat we al eerder is vernoemd, dat doneren wij dus aan Kalebhuis. En kun je al een klein beetje aangeven welke bands dat zijn? Ja, nou, er komt dus sowieso een Eagles tribute, een Santana tribute en St. John Family, dat is dus echt een soulband. Op 3 juni is het niet alleen de muziek die de toon zet. Er wordt natuurlijk ook heel veel eten aangeboden. En daar kan Fred Lammers al alles over vertellen. Nou ja, eten is een van de belangrijkste en aantrekkelijkste dingen van een aantal standhouders die wij proberen aan te trekken voor 3 juni. Maar er komen natuurlijk ook wat wij noemen non-food standhouders. Mensen die dus, of standhouders die artikelen, producten uit de Aziatische landen, maar ook uit Nederland zelf, aan de man proberen te brengen.